Arenaria serpilifolia. Ja, hier staat grasklokje, wilde marjolein, veldsalie en rapunzelklokje. Dat is de gewone ereprijs. En dit is wilde peen, zachte ooievaarsbek. En je kan zien dat het te zachte is, omdat hij twee soorten haren heeft. Korte haartjes en lange haren. Bitterkruid. Kruisbladwalstroom. Echt een oude dijkplant die op heel weinig plekken voorkomt. Bitterkruid. Vandaag zijn Cyril Liebrand, ecoloog, en Jacob Immink, aannemer, te gast. Zometeen houden de beide heren een introductie. En dan hebben we een excursie op de dijk. Dat dijken een aardige bijdrage kunnen leveren aan onze biodiversiteit, dat klopt wel. Hè? Want jullie hebben met z'n allen pak een beetje 18.000 kilometer aan dijken. En als je dan uitgaat van de gemiddelde breedte van 20 meter, dan heb je toch een behoorlijk oppervlak. Kijk, dus dit is... Je maait hem niet dood. Ja, dan kom je De bedoeling was om te laten zien eigenlijk wat de mogelijkheden zijn, wat de potentie is van de dijken. Hè? Als je dus voldoet aan een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld een niet al te zware grondsoort. Je hebt een wat steiler talud, je hebt een talud op het zuiden gericht. Dat je daar een aardige potentie hebt om soortrijke, bloemrijke graslanden te ontwikkelen. Wat ik vanmorgen ook liet zien, hè, met name die zandige dijken. Er zijn vorig jaar hele grote plekken, hè, waar rood zwenk stond. Al het rood zwenk is dood, een veldbeemd is dood. En vlekken vol met dit dingetje. Zachte ooievaarsbek. En we weten gewoon ook uit de literatuur dat gewoon ook perfect is voor een hoge biodiversiteit. Hè? Want al die plantensoorten hebben natuurlijk aantrekkingskracht op insecten. Maar veel plantensoorten hebben ook specifieke insecten die ook voor de bestuiving zorgen. Hè? Dus ook de zeldzamere planten die worden vaak bestoven door wat zeldzamere insectensoorten. Ja, omdat ze gewoon zeldzamer zijn. En je kan ook zien, je hebt een heel groot aandeel aan kruiden. Hè? En de biomassa is relatief laag. Er staat niet heel veel gewas op, dus al die soorten hebben ook hun eigen plekje. Dijken van waterschappen zijn natuurlijk prachtige groene linten die je kunt inzetten om ook voor insecten woon- en broed- en eetplaatsen te bieden. Naast dat ze erosiebestendig zijn. Dus om die twee doelen bij elkaar te krijgen, de erosiebestendigheid van de dijk, maar ook faciliteiten voor insecten te bieden, hebben we deze dag georganiseerd. STOA is bezig met een heel programma om dijkbeheerders op allerlei niveaus omhoog te krijgen. Oorspronkelijk inspectie van waterkeringen, maar we liggen nu ook bij instandhouding van waterkeringen. Dus het hele beheer en onderhoud. Mijn rol is grasregisseur. Het is een wat verheven naam. Wat ik probeer is wit en groen in managementtermen bij elkaar te krijgen. De buitenmensen die op de dijk staan bij het management en de onderzoeksinstituten te krijgen. Want op de werkvloer leven vragen die niet bekend zijn bij de onderzoekers. En bij onderzoekers worden antwoorden gezocht waar de buitenvloer niet zoveel mee kan. En om dat meer bij elkaar te krijgen. Vandaag doen we dat dus ook. Gewoon met een ecoloog, een aannemer en dijkbeheerders de dijk op om met elkaar verder te komen. En dan staat hier natuurlijk zachte haver tussen met twee naalden per aardje. En als je zo die dingen bij elkaar had, heb je straks een plantengemeenschap in de hand. Ik vind het zonder meer een geslaagde dag. Ik hoorde al van verschillende deelnemers die zeiden, ja, dit is gewoon geweldig. Het is natuurlijk fantastisch weer en het is altijd leuk om met collega's op de dijk te staan. Maar die raken geïnspireerd door de verhalen die verteld worden door de deskundigen en de andere deelnemers. Want er is ontzettend veel ervaring in Nederland en het is ook mooi om te zien dat heel veel mensen eigenlijk niet staan op te letten. Dat is de gewone ereprijs. Maar ondertussen met elkaar staan te praten, hoe doe jij het en wat zou ik kunnen doen? Hier staat ook gegarandeerd zeker een Rapunzelklokje. Donkere stengeltjes, nog niet donkere stengeltjes.